De implementatie van de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen op regionaal niveau zijn van enorm belang, omdat ze eigenlijk ontworpen zijn om overal toe te passen en voor iedereen. Het is een typisch voorbeeld van Think Global, Act Local. We moeten nu kijken naar hoe we regionale indicatoren kunnen opstellen, om te kijken hoe we die vooruitgang gaan meten en hoe we onze successen gaan evalueren. En ook bij dit proces moeten jongeren betrokken worden. De kritiek dat jongeren te passief zouden zijn op vlak van politiek engagement vind ik niet correct. Omdat we zien dat jeugdparticipatie nog nooit zo hoog is geweest als nu. Jongeren zijn bezig met die problematieken van de 21ste eeuw. Volgens het Europees memorandum zijn ze ook bang om een soort verloren generatie te worden. Dus we zouden jongeren eigenlijk we zouden eigenlijk volop moeten inzetten op werk en onderwijs en al hun bezorgdheden. En ze ook ruimte moeten bieden. Misschien zijn ze passief omdat we ze gewoon geen ruimte bieden om innovatieve ideeën naar voren te brengen. De rol van burgerparticipatie in duurzame ontwikkeling is enorm belangrijk. Misschien zelfs het belangrijkste, omdat het eigenlijk de burgers zijn die het zullen moeten uitvoeren. Het is de politiek die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen hebben ingevoerd, maar het is wij die het in de praktijk gaan uitvoeren. En we zien ook meer burgers het initiatief nemen om duurzamer te gaan leven. Autodelen, vegetarisch eten, noem maar op. Ergens is dat ook omdat ze voelen dat beleid daar wat tekort in komt en dan nemen ze het engagement gewoon zelf op. En dat getuigt toch wel van een sterke wil om duurzamer te gaan leven. De nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen zijn niet juridisch bindend. We zien dat de laatste jaren de multilaterale verdragen dat niet zijn, in tegenstelling tot de vorige decennia. Dus we merken daar toch wel een iets conservatievere houding in. Maar het is wel een politiek document dat unaniem is goedgekeurd door alle lidstaten van de VN. Dus het getuigt wel van een engagement en een wil. En het biedt ook de lidstaten de vrijheid en de ruimte om te kiezen voor welke doelstellingen ze zich meer willen engageren, wat hun prioriteiten zijn en hoe ze die gaan implementeren. En dat is natuurlijk ook de sterkte van de ontwikkelingsdoelstellingen. Ik hoop tijdens mijn mandaat nog twee projecten te kunnen afronden. Het eerste is de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. We gaan een evenement organiseren in mei rond de meerwaarde van diversiteit op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. En het tweede is een toolkit die we gaan ontwerpen met de Vlaamse Jeugdraad om de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen toegankelijker te maken voor jongeren. En dat zullen we dan in scholen en jeugdorganisaties promoten.